Op de prachtige Amsterdamse bosbaan worden de Europese roeikampioenschappen gehouden. De startvlag valt voor de finale der gestuurde vieren tussen Italië, Zwitserland, Denemarken, Frankrijk en Noorwegen. De Italianen zijn favoriet. Reeds na de eerste paar honderd meter hebben ze een halve lengte voorsprong veroverd. Op de helft van de afstand vallen Zwitserland en Denemarken aan. Maar ook de Italianen verhogen nu hun tempo en behouden de leiding. In deze volgorde gaan de boten door de finish. Met deze overwinning hebben de Italiaanse roeiers hun eerste Europese kampioenschap van dit jaar behaald. In de finale der dubbel tweeën nemen onze landgenoten Neumeyer en Van der Meer, de Europese kampioenen van 1947, direct de leiding. De Nederlanders tonen een prachtige techniek en ieder gelooft dat zij hun titel zullen prolongeren. Na de eerste 1000 meter zitten ze nog op kop met ruime voorsprong. Maar dan krijgt de strijd een dramatische wending. Onweerstaanbaar trekken zowel de Denen als de Italianen de Nederlanders voorbij, die kort daarna ook nog de twee van Frankrijk moeten laten passeren. De eindstrijd wordt nu een Deens-Italiaans duel, waarin de Denen op het nippertje met uiterste krachtsinspanning zegevieren. En nu volgt nog het hoofdnummer, de strijd der achten. Daar gaan ze. Zweden, Frankrijk, Nederland, Italië en Tsjechoslowakije. Vlak naast elkaar glijden de boten in zeer hoog tempo door het water. De acht van het Leidse Njord speelt in deze race een voorname rol. Op de middenbaan geven zij uitstekend partij. Tot ver over de helft is er nog niets van te zeggen wie deze gigantische strijd zal winnen. Dan lopen Italië en Tsjechoslowakije langzaam maar zeker uit. In de eindfase van de strijd is Italië overmachtig. Met 4 overwinningen in totaal toonde Italië zich bij deze kampioenschappen veruit de sterkste.